literatuur voorbij of in het haardvuur. Bruisend en briesend als een geluidslawine maakte hij zich in de jaren 60 in Theater Carré aan het brede publiek bekend. U kent hem misschien nog wel, Johnny de Selfkicker. Een van de vele alter ego's van de Arnhemse dichter Johnny van Doorn. En dit is even, toch even een kleine amuse van onze persoonlijke favoriet. Kom toch eens klaar, klootzak. 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 Er moet even bijverteld worden dat wij jarenlang samen in montages hebben gezeten. En heel veel van Johnny van Doorn. Ja, maar ik ben erbij. Wij laten ze komen, maar deze kwam het vaak voorbij. Ja, komt er eens klaar, klootzak. Ja. Electric Jesus, de zachtmoedige barbaar, de gewetenloze staatsploert. Of heilige huigelaar, de performance-dichter met vele aliassen, is helaas al ruim 30 jaar niet meer onder ons. Maar de stadsdichter van Arnhem, Jesse Laport, die houdt het vuur van de wandelende vulkaan der letteren nog altijd brandend. Ja, Jesse, goed dat je er bent, man. Dankjewel. Geboren in 1991, tevens het sterfjaar van Johnny van Doorn. Ja, we liepen elkaar net mis. Net mis? Ja, maar hoe heb jij Johnny van Doorn, hoe heb je dat werk leren kennen? Ik was al eventjes aan het dichten. Ik heb op mijn open podium gestaan met mijn eigen gedichten, omdat ik schreef en iemand zei, kom, dat gaan we een keer doen. Toen had ik een baantje in een viswinkel en toen zei een man achter de zogenaamde Haringbar, iedereen bekend in Arnhem met Gamba de Haringbar, die zei, hey, ik heb wat cassettebandjes liggen van Johnny van Doorn, dat vind jij wel wat. Toen ben ik dat gaan luisteren. Was een optreden ergens in de Achterhoek. En was voor het eerst dat je dat hoorde? Ja, ja. En was je meteen verkocht? Ja, absoluut. Wat er dan gebeurt, je hoort een soort interactie met het publiek. Het publiek is aan het meejoelen. Er gebeurt van alles wat ik helemaal niet kende van voordracht en van iemand die een popzanger is. Het is inderdaad, het is performance kunst eigenlijk. Maar wat deed het met jou waardoor jij dacht, goh, dat zou ik ook wel willen of daar wil ik meer van weten? Nou ja, ik denk dat als je een podiumartiest bent, heb je toch ook wel ergens een soort, zit er een kleine kern van binnen die denkt, ik wil dat de mensen met me mee gaan schreeuwen, zoiets. Ik wil een rockster worden binnen mijn vakgebied, zeg maar. Ja. En dat was hij. Wat ik hoorde op die cassetteband was gewoon mensen die joelen na elke zin en meeroepen en alsof hij een refrein aan het zingen is. Dat was waanzinnig. Ja, we hadden contact met elkaar, hè? Collega's van ons uiteraard. Toen zei jij, mijn favoriete gedicht, een van mijn grote favorieten, is een magistrale schitterende zon. Ja. Ja. Waarom, dat is een klassieker, hè? Waarom die? Er zijn natuurlijk een paar hitjes, als ik het even oneerbiedig mag zeggen. Maar de magistralende zon, het bijzondere daaraan, de eerste keer dat ik dat hoorde, is dus inderdaad onder andere de geschiedenisboeken ingaan, omdat hij dat dan soms voordroeg. En dan eindigde hij gewoon met magistrale, stralende zon. En dan werd dat een soort mantra dat de zaal doorging. Ja. Nou ja, jullie zijn op de hoogte, weet ik toevallig. Ja. Maar dat de hele zaal dan gewoon gek wordt om die 2,5 woorden die hij dat is mooi. Zullen we een klein stukje doen? Laten we even luisteren. Klein stukje. Die goudgeel bescheiden wordt door een magistrale, stralende zon. Een magistrale, stralende zon. Een magistrale, stralende zon. Een magistrale, stralende zon. Ja, het is ook wel bijna sectarisch, maar je wordt toch ook wel een soort van gelukkig en optimistisch van. Ik zou mee willen doen als ik dat hoor. Ja, dat gevoel heb je wel. Ja. Ik denk dat Johnny dit ook wel een beetje als een secte zag en dacht, krijgen jullie allemaal maar een orgasme. Komt toch eens klaar. Hey, we hoorden net al veel van zijn bijnaam. Hij werd ook wel de meester van de chaos genoemd of Arnhems zenuwbel. Veel alter ego's. Maar wat voor iemand zat daar nou eigenlijk achter? Kun je zeggen, wie was Johnny van Doorn? Ik kan natuurlijk niet helemaal hard maken hoe die was, omdat, als gezegd, we liepen elkaar dus net mis. Ja. Ik heb heel veel van zijn werk gezien, gelezen en meegekregen en uit tweede hand gehoord. En ik denk dat deze man een soort ontzettende urgentie had om alles op te schudden. Ik denk dat daarom ook iemand in de literaire wereld overeind blijft en toch komt toch eens klaarklootzak kan zeggen. Ja, de combinatie kan alleen maar als je een soort urgentie voor de kunst hebt. Ja, en dan ben je een hele grote. Ja, toch? Ja, 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 dat denk vind ik ook. Wel, ja. Als je daarmee wegkomt, dan kun je echt wat. Als je dan nog steeds als literair wordt gezien, dan heb je het gedaan. Ja, en ik denk dat hij tegelijkertijd heel onzeker was. Dat hij het ook heel moeilijk vond wat hij deed. Uitputtend natuurlijk ook. Maar gewoon geen andere optie zag. Nee, dat de lot. Ja, dat is hoe ik hem wel ongeveer inschat. Jij hebt zijn vrouw ook leren kennen, hè? Zijn weduwe. Ja, correct. Wat is dat voor een dame?
Dat is een hilarische dame. Ik heb ooit een werk van Johnny van Doorn met een megafoon uit mijn raam voorgedragen. Ik woonde boven een café waar hij wel eens kwam. En zij zag dat. En toen zijn we die dag verliefd op elkaar geworden. Heeft ze mij geadopteerd als haar neefje. Okay. Sleurde me overal mee naartoe. En die dag heb ik pas echt kennis leren maken met wie Johnny nou eigenlijk was. Dat is wel eervol. Ja. Eigenlijk kreeg je de ridderslag. Van, ja, absoluut. Het mag. Ja, ja. En dichterbij kun je in feite natuurlijk niet komen. Nee, ik was echt trots als een aap met zeven lullen. Want zij zei, joh, ik ben zo blij om te zien dat iemand van jouw leeftijd nog gewoon die geest een beetje in ere weet te houden. Ja, dat kan ik me kippenvel voorstellen. Ja. Nou, is het Velperplein in Arnhem is ook deels omgedoopt, hè, tot het Johnny van Doornplein. Maar waarom is het nou precies die plek naar hem vernoemd? Ja, op het Velperplein, daar zat voorheen de Vrome Dreesman, later V&D genoemd natuurlijk. En daar trad hij als jonge Johnny, ergens tussen zijn 16 en zijn 26e, zeg maar, heeft hij daar een optreden gegeven. Een optreden dat zo vurig was dat hij nagenoeg zijn bewustzijn verloor. Dat was, ja goed, als je in zijn werk hebt gezien, kun je het je voorstellen. Ja, het is vermoeiend. Ja, en daar is hij de tent uitgescholden, is hij gevlucht via de roltrap. Maar hij is dus op de Perzische tapijten, is die omgevallen van zijn uitputtende optreden dat hij daar gaf. Was het ook iemand die ook heftig leefde, Johnny van Doorn? Bij mijn weten is dit inderdaad iemand met alleen maar vuur. Maar hij heeft natuurlijk wel later ook in zijn leven gezegd, ik ben rustiger geworden. En ik denk ook dat iemand die zoveel vuur heeft en zoveel drugs gebruikt en zoveel van zichzelf geeft, ja, dat brandt een keer op. Maar goed, hij is ook, 46 geworden of zo? Ja, dat is niet oud, nee. Nee. Nee, maar ook als je die optreden ziet, dat was energie slurpend. Dit is echt zo'n optreden, daar doen sommige mensen 10 jaar over. Ja, ja, ja. Jij gaat zoiets voordragen van Johnny van Doorn. Ja. Wat heb je uitgekozen? Nou, de allereerste tekst die ik van hem hoorde was Word dronken. En dat is eigenlijk een bewerking van Enivrez-vous van Charles Baudelaire. En dat was de eerste keer dat ik iets hoorde. En ik dacht, dit is waanzinnig, dit wil ik doen. Dit wil ik. Ja, Baudelaire, klassieke Franse dichter. Ja. Fleur du Mal, maar dan op zijn Nederlands, hoe moet ik dat zien? Dat was natuurlijk ook een dandy die wel hield van een glaasje en van een beetje opschudden. Ja, en Johnny van Doorn die maakt er dan vervolgens iets van dat ik denk, ja, maar jij overstijgt dat. En zoals hij dingen voordroeg, daar kunnen nog steeds de meesten niet aan tippen. En dit is voor mij een soort fakkel van, ja, yes, daar ga je naartoe, daar loop je achteraan. Laat het ons horen, we zijn nieuwsgierig. Men moet altijd dronken zijn. Zo is het. Dat is het enige waar het om gaat, om niet de vreselijke last van de tijd te voelen die uw schouders breekt en u buigt naar de aarde, moet u aan één stuk dronken zijn. Maar hoe? Van wijn, poëzie, hashish of deugd? Het staat u vrij. Maar dronken moet u zijn. En als u dan soms wakker wordt op de treden van het paleis, op het groene gras bij een sloot in de sombere eenzaamheid van uw kamer, en u merkt dat uw roes al verminderd of verdwenen is, vraag dan aan de wind, aan de zee, aan de sterren, aan de vogels, aan de tijd en alles wat voorbij gaat en alles wat zucht en alles wat beweegt en alles wat zingt en alles wat spreekt. Vraag dan hoe laat het is. En de wind, de zee, de sterren, de tijd, de vogel zullen u antwoorden. Het is tijd om dronken te worden. Als u geen slaaf wilt zijn, gekweld door de tijd, wees dan dronken zonder ophouden van wijn, poëzie, hashish of deugd. Het staat u vrij. Jesse Laporte! Ja, het werk van Johnny van Doorn, prachtig. Het is sowieso prachtig, maar ik heb ook het gevoel dat jij en ik daar persoonlijk door aangesproken zijn. Ja, maar nee, ik vind het ook prachtig, Frank. We moeten toch vragen, Jesse. Ja. Is die literatuur voor in of voor bij het haardvuur? Nou, ik had bedacht, als je dat Johnny vraagt, voor in. Ik denk namelijk dat poëzie de neiging heeft om braaf te worden. En als je aan Johnny vraagt, 40 jaar nadat hij dit heeft gedaan, gooien we dit erin, zegt hij, ja, miet er maar in, we maken een nieuwe. Nou, dat is ook wel leuk, dat is een unicum. Ook wel mooi. Dat hebben we in deze rubriek nog nooit meegemaakt. Nee, maar nu wel. Hartstikke goed. Maar nu wel. Dankjewel, Jesse Laporte. Mooi man. Ja, dit is Dijkstra, even blijven plekken. We moeten